Superleuk om ik die oren sporters te zien. En zeker Epke natuurlijk, die had echt super goed in. En ja, het is gewoon leuk om onder oren sporters te wezen. Ja. Jongen won het Friesland Heinekenhuis. Ja, ja, Friesland Boppen. Hij wilde het altijd al, natuurlijk. Maar ja, doe het dan nog maar eens. En hij deed het vandaag. Laat het hier ontploffen in het Friesland Heinekenhuis. Super vette ervaring dat ze dan bovenin die tapsteert en iedereen is zijn dag geeft. Echt super leuk weer dat. Hoe voelt het om skiertjes te schreeuwen? Ja, dat besef is lastig om het eigenlijk trots te krijgen eigenlijk. Ik ben echt zacht gefocust geweest op mijn eigen prestatie en om die oefening wel trots te komen. Dat wie het doel eigenlijk. En ja, dan wie is dat die kans op een mooi plak heel groot is. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon lukt. Ja, dat is gewoon in eerste instantie een hele grote opluchting. Maar het besef als zes te presteren, dat is gewoon ja, moeilijk eigenlijk te beseffen, ja. Eigenlijk kan ik het haast nog niet geloven dat een Nederlander op het meest spectaculaire toestel in de gewoon een Olympische medaille pakt. En nog goud ook. Dat is ongelooflijk.